Goedenavond allemaal. In de afgelopen jaren zijn we steeds meer gewend geraakt aan digitale versies van onszelf, maar ook van de ander. Ook digitale assistenten zijn in opkomst en deze slimme ondersteuners begeven zich op communicatieterreinen die voorheen enkel aan mensen voorbehouden waren. Empathie en emotie. In de zorg zien we bijvoorbeeld al robots die bij patiënten inwonen, chatbots die eenzame ouderen te woord staan en digitale mensen die ondersteunen bij psychische zorg. Zien of horen we straks nog wel het verschil tussen mens en machine? En wat gaat er eigenlijk gebeuren met dat menselijk contact? Gaan we dat steeds meer inruilen voor digicontact? We gaan vanavond naar aanleiding van de tegenlichtdocumentaire De Digimens in gesprek over deze vraagstukken. En we verkennen de toekomst van de digimensen in onze samenleving. Zoals gezegd, het is naar aanleiding van de tegenlichtdocumentaire. Dus we laten ook een aantal fragmenten zien uit de aflevering. En we nodigen de filmmaker en verschillende sprekers hier in de zaal, maar ook via Zoom uit, om met ons daarop te reflecteren. We horen ook heel graag van jullie als online kijkers. Willen jullie een vraag of een opmerking maken? Dan kan dat via Mentimeter. Dat doe je door in te loggen op menti.com. En dan is er een code die je moet intoetsen. 7161-5450. Die komt nog vaker ook op het scherm langs. Je ziet hem nu ook hieronder. Dus doe dat vooral. Als je een vraag hebt, log even in. Vul dan ook even je eigen naam in, als je dat oké vindt. En de naam van de persoon aan wie je de vraag stelt. Dan krijg ik hem hier binnen, kan ik hem zo gericht mogelijk in het gesprek verwerken. We horen heel graag van jullie. Tot 9 uur zijn we dan de livecast aan het maken, het gesprek hier aan het voeren. En dan ronden we af en dan gaan we met de mensen hier in de zaal nog verder in gesprek. Dus mocht je daar heel erg veel zin in hebben, kom volgende keer dan gewoon naar de meetup toe. Dan kan dat ook. Goed, we gaan van start en we beginnen bij de basis. Wat is een digimens nou eigenlijk? Hoe werkt dat? Kunnen ze ons echt begrijpen? Kunnen ze echt empathie leren? Daar gaan we zo over in gesprek, onder andere met de filmmaker. Maar we gaan eerst naar het eerste fragment kijken. En daarin is een professor sociale robotica aan het woord, Pascale Fong. En zij vertelt over de manier waarop digimensen over empathie leren. So they're doing this in different modes today. So they can look at our facial expressions and to detect our emotion, and also they listen to the tone of our voice, again to detect emotion, and they also understand what we're saying. So the words we use also express our sentiment and emotion. So they learn from this kind of visual cue, audio cue, and as well as words to understand emotion. In the future, they will be able to sense also our movement, body movement, our gaze. Right? Facial expression is also about our gaze. And when you look at a dancer, you also recognize the emotion of a dance from the body language. So AI can also recognize that, and that's how it recognizes our emotion. In haar instituut onderzoekt Fong met haar team hoe je empathie kunt leren aan een digitaal mens. So one way to train these digital humans or AI systems is actually indeed to make them watch TV. If you go on the internet today, we have lots of data, huge amount of video data, and you have home videos of people, interacting with each other. They look happy, they look sad. There are all kinds of news reports, and then you have people reporting about natural disaster and they're sad, and people might be crying or they might be angry at certain news. So there are all kinds of human emotions in our day-to-day life that's being recorded in these videos. So we actually train these systems to learn to recognize emotions, to respond appropriately, and to interact with humans naturally. Ja,
Yes, bij mij aangeschoven Xuchen Tan, de filmmaker bij VPRO, maar ook specifiek van deze aflevering. Heel fijn dat je er bent. En via Zoom is ook Jarno Duursma bij ons. Hij is een onafhankelijk tech-expert, publicist en spreker op het gebied van digitale technologie. Fijn dat je er ook bent, Jarno. Ik kom zo bij je. Want ik begin even bij jou, Xuchen. Ja. Een film over digimensen. Hoe dat zo? Ja, hoe dat zo? Nou, we hebben natuurlijk bij het Tegenlicht al heel veel van dit soort onderwerpen gehad. We zijn al jaren bezig eigenlijk om de relatie te onderzoeken tussen de mens en de techniek. En vooral de vraag over, wij creëren met onze eigen intelligentie systemen die misschien op een bepaald moment wel intelligenter zijn dan wij zelf. Dat is natuurlijk een angstaanjagende gedachte. Ook geen nieuwe gedachte, want die is denk ik volgens mij al zo oud als de mensheid zelf bijna. Maar het idee dat je dus zelf met al onze intelligentie, dat we iets ontwerpen wat intelligenter wordt dan wij zelf, dat is natuurlijk wel ook iets om over na te denken. Ja. En er zijn natuurlijk op dit moment al systemen die dingen beter kunnen dan mensen. Daar raak je langzaam aan gewend, robots in fabrieken enzovoort. Dat is allemaal niet zo bedreigend. Maar als het echt op het terrein van de menselijke emotie komt en de empathie, dingen waarvan wij als mens denken, nou, dat kan een systeem in ieder geval nooit. Want daar zijn wij daar natuurlijk onderscheiden wij ons het beste in. Daar kunnen wij het beste als mens. Als dan blijkt dat ook dat terrein eigenlijk langzaam sluipenderwijs toch betreden wordt door de digimens, dan is dat wel op zich een onderwerp waarvan je denkt, dat levert spannende vragen op zijn minst. Ja. En wat je hebt natuurlijk, je bent gaan rondreizen, je hebt verschillende mensen gesproken, verschillende voorbeelden ook onderzocht. Wat is nou het meest bij jou blijven hangen? Wat heeft je het meest gegrepen? Nou ja, ik was zelf natuurlijk, in het begin tijdens de research was ik natuurlijk eigenlijk best wel gereserveerd en terughoudend. Omdat ik dacht van, ik zat eigenlijk bij het kamp van de mensen die dachten van ja, no way. No way dat de digimens ooit in de buurt komt van een echt mens. En het grappige is eigenlijk dat naarmate ik zag dat mensen eigenlijk er ook wat aan hadden, dat je dan toch heel erg langzaam ook wel een beetje gaat schuiven met die mening. Kan je een voorbeeld geven? Wat we hebben gezien bij de cliënten die we hebben gefilmd, bij de instellingen waar we zijn geweest. Dan zie je dat mensen soms echt iets hebben aan aan zo'n robot of aan wat het ook is. En dan denk je, ja, hoe zit dat? Dat brengt je best wel in verwarring, vind ik. Want dan denk je ineens van, misschien zit er ook wel een andere kant aan. En misschien is het wel gewoon een kwestie van wennen. Dat kan ook. Misschien is het ook wel iets wat gewoon langzaam zo op een gegeven moment zo perfect wordt dat ze inderdaad bepaalde taken echt kunnen overnemen. Ja. En we zitten natuurlijk ook met een aantal structurele problemen. Hè. Ze hebben het al over personeelstekort en dat soort dingen. Nou geloof ik helemaal niet dat je dat allemaal met techniek moet gaan oplossen. Want dat is geloof ik ook niet echt de oplossing. Maar het verraste me in ieder geval. Het verraste me en ik dacht van ja, het is misschien ook wel op een bepaalde manier een kwestie van wennen. Ja, dus het deed iets wat je eigenlijk het haalt je uit je eigen comfortzone. En tegelijkertijd denk ik, ben ik het ook heel erg eens met de filosoof die ook in het programma zit. Die zegt van nee, dat is iets heel anders dan menselijk contact. Ja. En in de film richt het zich eigenlijk heel specifiek op de zorg. Ja. Is dat waar het nu het meest plaatsvindt? Of is dat een specifieke keuze geweest? Nee, dit onderwerp is natuurlijk ontzettend breed. En juist omdat het zo breed is, dachten wij, laten we gewoon één gebied nemen waar we specifiek naar gaan kijken. En het is vreemd genoeg ook een soort actueel onderwerp geworden. Omdat er zulke tekorten zijn in de zorg. Omdat daar echt gewoon in die sector enorme structurele problemen zijn waarvan mensen zeggen, zelfs de mensen die in de zorg zelf werken, zeggen van ja, ook al zou iedereen op dit moment in de zorg gaan werken, bij wijze van spreken, wat natuurlijk niet gaat gebeuren. Maar dan nog hebben we niet genoeg mensen. Ja. Dat je goed, denkt, dat hebben we in het onderwijs. Precies. Er zijn een paar van dat soort terreinen, maar daar is het heel acuut. En wij dachten, het is ook een interessant gebied om het juist daar te bekijken, omdat het daar precies over die menselijke interactie gaat. Ja. Ja, dus dat is ook een spannend gebied. Die fascinatie. Ja, precies. Maar goed, eigenlijk hoor ik je dus zeggen, ze kunnen misschien toch meer brengen dan wat ik eigenlijk had gedacht. Maar als we dan teruggaan naar empathie, hè, wat Pascal ook in dit fragment toelicht.
het leren, nou ja, nota bene het leren van empathie door heel veel televisie precies. Ging ik zelf ook al over nadenken. Ja. Wat doet dat eigenlijk met ons? Met het menselijke empathisch vermogen. Ben jij overtuigd dat een digimens empathisch kan zijn ten opzichte van een mens? Nou, ik zei net al, ik hoor bij het kamp van de mensen die dat niet denk. Dat die dat niet, maar ik, als ik zo dat fragment van Pascal Fung weer zie en denk van ja, hoe leren die digimensen dan die emoties? En ze gaan dan naar YouTube kijken om te kijken hoe die mensen allemaal kijken. Dan denk ik, ja, dat is natuurlijk wel echt nog heel erg ver weg van de echte menselijke empathie. Ja, we zijn er nog niet. Dus we zijn er nog lang niet en misschien komen we er ook wel nooit. Ik weet het niet, maar ik vind het wel fascinerend om erover na te denken. Ja. Nou, het is misschien een mooi moment om Jarno bij het gesprek te gaan betrekken. Want Jarno is een onafhankelijk tech-expert. En hij houdt zich al langere tijd bezig met dit soort onderwerpen. Dus ik ben eigenlijk wel heel benieuwd. Jarno, hoe heb jij naar deze aflevering gekeken? Dankjewel, Charlie. Leuke vraag. Ik moet wel zeggen, ik vond het een hele interessante documentaire. Maar... ik vond het wel lastig dat er steeds werd gesproken over digitale mensen. Het was een makkelijke benaming, maar het is natuurlijk wel wat overdreven om dit soort systemen mensen te noemen. Een mens heeft een lijf, hè, en meerdere vormen van intelligentie, emoties, bewustzijn. En eigenlijk is een digitale mens een chatbot met een geanimeerde interface, als het ware. Daar zit nogal wat verschil tussen. En ik begrijp echt goed hoor, dat software gebruikt wordt als kostenbesparing. Maar die koers naar die digital human, neemt die ook niet gewoon andere denkmogelijkheden weg? Kun je niet meer automatiseren in de administratie van de verpleging bijvoorbeeld, zodat de verpleegkundige vaker even echt persoonlijk contact kan maken? En door mensen de mogelijkheid te bieden met software te praten, sluit je dan ook niet de route af van deze patiënt om even met familie, vrienden te bellen of gewoon echt nieuwe vrienden te maken. Dus het zou eigenlijk mijn idee zijn om bij die digital humans, als ze er dan toch moeten zijn, in de zorg te helpen bij praktische zaken. Hoe trek ik mijn steunkousen aan? Hoe meet ik mijn suikerspiegel? Hoe kan ik een afspraak inboeken met mijn huisarts? Hoe kan ik een herhaalmedicijn bestellen? Ik zou zeggen, waarom zou je software menselijk proberen te laten zijn? Want daar hebben we immers toch al mensen voor. Oké, dank Jarno. Suchen, wat? Ja, nee, dit is precies de discussie natuurlijk, exact. Dit is precies waar de discussie over gaat. En de term digimens hebben wij in onze eigen redactie ook veel discussie over gehad. Want de een zei van, ja, het is geen mens, dus je moet het ook niet digimens. En de ander zei, ja, maar... dus we hebben eigenlijk om die reden juist expres toch voor die titel gekozen. Mm. Een beetje misschien provocerend, ik weet het niet. Maar dit is precies het hart van de discussie waar Jarno het over heeft. Ja. Van, hoe zet je het in? Voor welke taken wel, voor welke taken ook niet? Ja. We hebben toch al mensen, hè? Dat precies. Is ook een hele goede. We zijn er al. We hebben meer dan genoeg mensen, dus waarom ook een digimens? Maar viel jou iets bijzonders nog op in het verhaal van Jarno? Precies wat jij zegt. Wat is de taakverdeling? Want dat is eigenlijk, denk ik, waar je het uiteindelijk over hebt. Wat laat je over aan de digimens? En wat is het exclusieve domein van de echte mens? Je zit helemaal gepassioneerd in de materie. Ja. Maar er is toch ook wel even iets niet helemaal overgekomen. Hey Jarno. Hey. Hey. Leuk om elkaar te zien. Ja, nou ja, de grap is natuurlijk, zeg maar, waar jullie naar hebben zitten kijken, is mijn digimens, zeg maar. Hè? Ja. Dus mijn, had je dat nou wel Ja, ik wist het natuurlijk al een beetje. Dus. Hey, omdat je het niet zei, dacht ik opeens, je gelooft het. Ja, nee, ik denk het. Ik vind het spel mee. Super, ja, nee, joh, dit heel is de echte Jarno. Dit is nu de echte Ben Jarno. Ik er dus eigenlijk ingestoken. Ja. Oké, goed.
Maar hebben we al heel goed gedaan trouwens. Heel goed gedaan. Maar Jarno, vertel even. Want dit is natuurlijk... Ik vind het er zelf behoorlijk indrukwekkend uitzien. Ik weet niet hoe de mensen in de zaal... Nee, maar dat is ook zo. Hè. Ik heb dus een jaar geleden deze avatar, deze digimens van mezelf gemaakt. Ik heb mijn eigen stem gekloond. Dus ik ben ook vanuit mijn werk erg geïnteresseerd in, zeg maar, hoe doe je dat dan? En hoe kloon je jezelf? En wat is dan geloofwaardig? En ik kom steeds terug, wat ook in de documentaire heel evident is, dat we een aantal dingen al best wel kunnen met software. Ook als software steeds beter wordt, kunnen we ook nog een aantal dingen. Maar dat je uiteindelijk, kom je ook in een gebied dat je zegt, goh, maar wat moet je nou willen? Of hoe goed kan die software nou echt worden? Hmm. Als we science fiction denken, dan denken we aan Her, weet je wel? Die film waarin een soort chatbot-achtige stem met mensen echt kan kletsen. Maar dan blijft het nog het veinzen van belangstelling of het veinzen van emotie. En het is dus een interessant verkenningsgebied dat je denkt, oké, maar wat is dan echte empathie? Ja. We kennen allemaal wel dat je met iemand in gesprek bent, die is met zijn gedachten ergens anders, die kijkt je glazig aan en die knikt alsof hij aan het luisteren is. Nou ja, dat vind ik dan een interessante verkenning. Dus ik ben eigenlijk best wel pro-digimens, als we dan toch even die term, maar dan toch wel nogmaals zeg voor de praktische zaken. Op het moment dat het maar komt... Maar Jarno, wacht heel even, hè, want wat we net zagen is voor in jouw ogen... Jij noemt dit ook een digimens. Is dit een digimens van jouzelf? Nee hoor, ik bedoel, ik vind het eigenlijk een avatar, zo noemen we dat, zeg maar. En wat is dan het verschil? Nou, een digimens, en daarom is de titel van de documentaire goed, is daar waar softwaremakers proberen menselijke zaken zoals empathie te veinzen middels software. Dat is eigenlijk een digimens. Mm. Maar het is, nogmaals, software met een soort interface dat lijkt op een mens, maar met mens zijn heeft het natuurlijk niks te maken. Ja. Dus ik vind wel dat we wat voorzichtig... Laten we afspreken dat we het vanavond het woord nog gebruiken, maar daarna dat we daarna spreken over avatars. Over avatars, oké. Okay. Hey, en dan nog even terug, even gewoon voor een leek als ikzelf. Hoe maak je dit dan? Heb je jezelf van alle kanten inlopen, scannen of wat? Ja. Hoe doe je dit? Nou, kan ik dit ook? Relatief simpel, zeg maar. Dus wat je doet is, ik heb in een studio gestaan met een greenscreen. Ik heb een half uur een tekst voorgelezen. En vervolgens ging die opname naar een bedrijf, Synthesia. En dat bedrijf heeft dus mijn avatar gemaakt. En met een andere soort software, Descript, heb ik een half uur een script voorgelezen. En als ik nu een toetsenbord gebruik, dan is mijn stem dus gekloond. Dus mijn avatar, daarvoor gebruik ik als aansturing nu ook mijn toetsenbord. Dus dan typ ik een stukje tekst, ik druk op enter en een kwartier later heb ik dus een presentator, Jarno Avatar presentator. En met mijn voice cloning is het precies hetzelfde, maar dat gaat veel sneller. Dan heb je echt binnen 30 seconden de getypte tekst in een audiofile, zeg maar. Dus relatief weinig moeite, zonder dat je zelf verstand hoeft te hebben van coderen of wat dan ook. Ja, oh, interessant. Zou jij er één willen hebben voor jezelf? Nou, ik vind het wel heel grappig. Ik denk wel dat het inderdaad nog wel ver weg is. We zijn nog wel ver verwijderd van het moment dat het één op één is. Want nog steeds is het zo. Ik bedoel, dat zie je ook in de uitzending. De Sophie zit daar. Dat zijn allemaal nog wel een soort prototype-achtige digimensen waarvan je geen één mens denkt van, hey, dat is een echt mens, volgens mij. Dus wat dat betreft zijn we daar nog heel ver vanaf, denk ik. Maar ik vond die van Jarno, ik bedoel, als jawel, je echt goed komt kijkt. Steeds dichterbij. Het komt steeds dichterbij. En je gaat natuurlijk steeds meer kijken naar details en kijken van, waar zit hem dat dan in dat je wel ziet dat het een echt mens is. Dat zit hem in ademhaling en in allerlei hele kleine details. En dat zal steeds verfijnder worden, denk ik. Ja, ik vind het wat dat betreft wel fascinerend. Even een praktisch ding, hè. Dus waar gebruik ik dus mijn avatar voor? Mijn boterham is het spreken voor zalen, zeg maar. En er zijn best vaak daar zet je hem voor in. Nee. Jij zit lekker thuis. En waar voorheen mensen zeiden, oh, wil je met je smartphone of je videocamera even een filmpje van een minuut opnemen om even te zeggen, kom naar ons congres of whatever. Ja. Daar gebruik ik nu mijn avatar. Dan typ ik die tekst, ik druk op enter en een kwartiertje later zit hij bij de ander in de inbox. Ja. Dus ik hoef niet meer te poetsen, ik hoef niks meer met licht. Ik kan gewoon exact... voor dat soort toepassingen, voor gewoon de simpele intakes, de digital human in de retail of bij de McDonald's, dat is allemaal echt perfect
voor gebruiken. En, ja. En hoeveel wordt dit nu al gebruikt, Jarno? Zie je dit op heel veel plekken al in Nederland plaatsvinden? Ja, ik geloof dat een heel groot accountantskantoor in Nederland dit actief gebruikt. Ik heb het voor de zomervakantie nog geadviseerd aan een woningbouwvereniging. Hè. Die hadden te maken met toch veel niet-westerse huurders, zeg maar. Ja. Dus mensen die moeite hadden met Nederlands. En met zo'n digital human, zo'n schabloon, zeg maar, kun je een meneer of mevrouw in volgens mij 39 verschillende talen iets laten zeggen. Hè, ja. Dus van het Zweeds tot aan het Hindi tot aan het Marokkaans. Iets laten vertellen. Nou, we weten allemaal, alles is veel meer video in plaats van lange stukken tekst. Dus praktisch geloof ik er ook wel in. Alleen, en daarom is deze documentaire interessant. Ik geloof dat we op een bepaald moment er maar mee moeten stoppen om, want ik vind dat mensen echt recht hebben op betekenisvol contact. Dat is eigenlijk de kern van mijn betoog. Hmm. Maar daarvoor kun je nog best veel dingen doen om gewoon zaken uit te besteden. Ja. En Suchen, heb jij heb jij het idee dat er een grens moet worden gesteld? Zoals Jarno, moeten we een grens trekken van hoe ver je hierin kan gaan? Nou ja, net viel al de term betekenisvol contact. Dus ja. Ik denk dat daar ligt waarschijnlijk wel de grens. Ja. Kijk, het is heel ingewikkeld. Als iemand zeg maar alleen thuis zit en je bent oud en je bent eenzaam en je bent alleen. Ja? En dan kan je zeggen, ja, er moet meer betekenisvol contact zijn. Natuurlijk moet dat. Ja, liefst wel. Uiteraard. Dat is wat je wil. Dus het is best wel gevaarlijk als er dan oplossingen zijn waarin je zegt, ja, maar je kunt ook met een digimens. En dan heb je als eenzame bewoner misschien ook wel iets van het gevoel van dat je niet meer zo alleen bent. Mm. Zou kunnen. Ik weet het niet. Ja. Dat is heel ingewikkeld. Want het gevaar is natuurlijk dat je dan gaat denken van, nou, er zit al een digimens. Dus dan hoeven we niet meer iemand langs te laten gaan. Hè? Ik bedoel, dat is echt wel een groot dilemma, denk ik. En dat is zeker iets waar je enorm over moet nadenken als je dit soort dingen wilt gaan inzetten. Ja. Welk probleem los je op? Wel ja, en ook welke wegen snij je af? Jarno? Ja, ik wil nog even zeggen, vanzelfsprekend ben ik het hier heel erg mee eens, maar nog even één voetnoot. Een goede vriend van mij is 2 jaar geleden gescheiden. Kinderen, dat soort dingen. En hij zei, ik merkte op een bepaald moment aan mijn vrienden dat dan kwam ik weer met zo'n verhaal en dat was somber en dat was zielig. En hij zei, op een bepaald moment is de rek er bij mensen ook een beetje uit. Ja. Snap je? Ja. En dan had ik 's nachts om 3:15 lag ik wakker. Kijk, in zo'n situatie zou je kunnen denken, je hebt ook replica, dat is zo'n chatbot, dan zou je kunnen denken, nou, is het dan voor mensen die of zich schamen voor hun problematiek of toch uiteindelijk nergens anders meer terecht kunnen. Daar zou je dan de discussie over kunnen voeren. Is dat dan verantwoord? Maar in alle eerlijkheid, dit hoort toch ook gewoon bij het leven? Ja. Dat als je relatie uitgaat, je tegen je vrienden gaat zeiken erover, totdat ze je echt helemaal niet meer uit kunnen staan. Ja. En dan kom je eroverheen. Ja. Dat is toch ook gewoon, dat is toch ook onderdeel van mens zijn? Zeker, zeker, zeker. En die schurende momenten, dat hoort ook bij de sociale interactie, sterker nog. Daar moet je ook mee leren omgaan. Dat is nou eenmaal onderdeel van ons sociale contact. Het hoeft ook niet altijd allemaal perfect te zijn. En je mag ook best wel eens zeggen tegen zo'n vriend van, hou nou eens je mond over. Ja. Dat hoort er ook allemaal bij. Ja, dat geloof ik ook. Maar het is heel ingewikkeld. Kijk, die Almira, hè, dus het meisje uit Bosnië. Ja. Die had een verhaal waarvan ik voor het eerst dacht, hey, zo heb ik er nou eigenlijk nog nooit over nagedacht. Dat zij zegt van, ja, maar als je nou hele nare ervaringen hebt, in haar geval oorlogssituatie, zegt, ik heb niet meer zoveel vertrouwen in de mens. Ik weet niet of de mens altijd zoveel beter is. Ja, ik weet het niet, maar ineens kon ik me voorstellen dat het daar een functie zou kunnen hebben. Mm. Juist omdat, of juist helemaal niet. Nou ja, zij zegt in vluchtelingenkampen waar mensen zitten, waar geen hulp is acuut, waar die mensen toch iets nodig hebben van een soort van eerste opvang of een eerste, het grootste probleem van opvang van vluchtelingen, dat zit ook in die psychosociale hoek en juist die hulp is er vaak niet. Mm. Dus ja, weet je, als je dan een soort van appje, weet ik veel wat, hebt, hè, om gewoon de eerste dagen mee door te komen, ik weet het niet, misschien is het wel iets. Ik vond dat wel, daar dacht ik ineens van, hey. Misschien heeft het daar wel een functie. Dat was een van de momenten dat jij ging krijgen. Ja, dat is heel. Ja,
We gaan zo ook naar fragmenten van kijken. Jarno, nog even laatste opmerking, nog even. Mijn vrouw is psycholoog, dus wij hebben vaak hierover gehad. Wat is nou te vervangen? Wat Suchen zegt, op het moment, stel je zit in een vluchtelingkamp en je kunt via een soort chatbot WhatsApp met een digitale hulpverlener kletsen en er is verder niks, dan kun je het nog verantwoorden, omdat je ook niet echt te maken hebt met een mensverschijning, maar met een soort, het is alleen tekst. Yeah. Maar mijn vrouw zegt, mijn vrouw die kent ook als geen ander de problemen in de wachtlijst van de GGZ. Yeah. Ze zegt, het enige wat mensen willen is dat je in dat menselijk lijden contact met elkaar maakt. Yeah. En de vraag is dus of dat, hoe goed software ook is, of dat gaat lukken. Ja. Nee, maar dat snap ik natuurlijk ook. Tuurlijk is dat zo. Je wil aandacht, je wil iemand hebben die luistert. En dat moet gewoon mens zijn en niet een appje. Aan de andere kant is het ook zo, Jarno, dat heel veel jonge mensen, die doen zoveel dingen per app. Die zitten helemaal niet zo ingewikkeld te doen over dat kan niet per app. Ze doen alles met een app. Dus maar daar zit dat wel is misschien ook een generatieding. Ja. Ik bedoel, als ik met jou app, dan ben ik wel zeker. Met jou aan praten, dat weet ik. Dat is ook zo. Ga ik vanuit. Maar, weet je, er zijn allerlei processen die weet je, hoe als je kijkt. Ja, ik weet niet waar wij zitten over 20 jaar. Nee. Nou, misschien gaan we daar veel makkelijker mee om. Wij spraken dus met Pascal Foong in Hongkong. En die zegt in de Aziatische wereld, sociale robotica, zitten we daar helemaal niet zo moeilijk over te doen. Waarom zitten jullie daar altijd zo ingewikkeld over te doen in Europa? Die gaan daar veel pragmatischer mee om. Als je er wat aan hebt, dan heb je er wat aan. En het gaat er gewoon om, als je er op die manier naar kijkt, dan ligt het eigenlijk bij de gebruiker, aan de gebruikerskant. He, die bepaalt wat hij op welk moment wil inzetten. En op het ene moment zet hij een mens in en op het andere moment een appje. Ik weet het niet. En die hebben daar iets minder. Die zitten daar iets minder zwaar in die discussie, zou ik maar zeggen. Nou, we gaan kijken. Ik heb nog een hele. Er gaat meteen van alles in mijn hoofd. Maar we gaan kijken of we er vanavond een stapje verder in komen. Kijken of we ook, zoals jij, toch wat meer richting. Nou, ik zie ook de voordelen ervan. Of dat we op de klassieke tour gaan van het wantrouwen. Maar dankjewel, Suchen. Dankjewel, Jarno. We zien jullie straks bij het nagesprek nog terug. Maar we gaan nu naar diezelfde Almira kijken, die je net noemde. Ja. Almira Osmanovic. Zij is een neurowetenschapper. Afkomstig uit Bosnië, maar nu in Zweden. Zij komt uit Banja Luka, is als 9-jarig meisje door het Rode Kruis geëvacueerd. Komt dus uit heftig oorlogsgebied. Ja. En is in Zweden naar school gegaan, opgegroeid. Ja, en is nu in Zweden een onderzoeker geworden die zich hiermee bezighoudt. Precies, dus tot neurowetenschapper ontpopt. En zij vertelt ons over de digimens waar zij aan werkt. Betsy heet die. En de manier waarop ze Betsy inzet om mensen met mentale klachten te ondersteunen. Mitt namn är Betsy. Betsy was created on the premise that we need something to help people with mild to moderate depression and anxiety. Someone that people could use as a form of self-help tool before they meet a therapist, or in some cases, instead of meeting a therapist. Vad kan jag hjälpa dig med idag? Betsy moves and blinks to simulate that she is breathing. We are essentially all animals, and if we meet another one of our species and it's not blinking and it's not breathing, it can be quite scary. So even though she's a computer, there's no reason for her to blink, there's no reason for her to breathe. She does that to make us feel more comfortable. There's a slight smile on her constantly. That's one of her perks contra a real human, because a real human is not always happy. Can you show what she's able to? Yes, so for example, if I talk to her about something I'm happy about, if I tell her, jag är lycklig, I am happy. Vad glad jag blir att höra det. Du förtjänar att må bra. She tells me, I'm so happy to hear that. You deserve to feel happy. And you see, she has a kind and smiling
expression. But if I tell her that I'm going to commit suicide or that I'm planning to take my own life, which is the most severe thing you can say to one of these systems, she should react more seriously. Jag vill ta livet av mig. Jag vill att du omedelbart ringer 112. Du måste få hjälp nu. Det gör ont i mig att höra detta. Smärtan du känner kan vara överväldigande just nu. Jag är tacksam för att du hörde av dig till mig. As you saw, her face turned from smiling to serious because it's a serious matter. And she says, I'm glad you told me this, but you need to talk to someone, an actual person. And so she knows she should know her own limitations. Goed, daar zijn we weer. Bij mij aangeschoven Dianne Jaspers, Bas Botsinga, Lotte Willemsen en via Zoom is Lambert Royakkers bij ons. Welkom, fijn dat jullie er allemaal zijn. Goed, nou, we hebben al een eerste deel van het gesprek gehad. Maar met jullie wil ik echt dieper induiken op de betekenis van dit soort technologieën binnen de zorg. Wat voor een impact heeft dat nou eigenlijk? Wat voor mogelijkheden liggen er? Wat voor problemen liggen er? Ik ben heel erg benieuwd wat voor wijsheid jullie ons gaan schenken. Dianne, ik wil graag bij jou beginnen. Jij bent Chief Medical Officer bij DigiDoc. En DigiDoc is volgens mij een organisatie die met name heel erg nadenkt over de innovatiemogelijkheden binnen de gezondheidszorg, toch? Ja, klopt. Vooral met name op het triagestuk gericht. Dus nog niet zozeer echt op het hele duidelijke beeldvorming erbij, maar meer op inhoudsdeskundigheid om veel meer te innoveren op het digitale stuk in de zorg. Ja, en naar ik begreep hebben jullie zijn jullie met die triage aan het werk en hebben jullie nu een platform gestart wat spreekuur.nl heet. Wat is dat precies? Ja, dat is eigenlijk een vorm van digitale triage. De patiënt gaat zelf inloggen en doet zijn eigen triage in plaats van dat iemand nu belt met een zorgverlener. En daar dus de triage doorloopt, doet de patiënt dat nu zelf en komt er dus een soort eigenlijk een automatisch urgentie uit. Waarna de zorgverlener, dat kan meestal een huisarts, is dat dan die zorgvraag oppakt en hem dan verder afwikkelt via een chat. Kan ook met video bellen, maar eigenlijk doen we dat maar in 5% van de gevallen. En kun je heel veel gewoon met een chat af. En kun je advies geven of adviseren. Of als het nodig is, iemand toch nog fysiek inplannen voor een fysiek consult. En hoe werkt dat dan precies? Worden een soort categorieën gemaakt van, oh, dit is zo'n soort klacht, dit is zo'n soort klacht. En dan word je je wordt zeg maar gelabeld? Ja, je krijgt een soort label, maar dat is in de zorg best normaal. Want we werken super geprotocoleerd natuurlijk. Ja. En dat maakt denk ik ook deze discussie een beetje lastiger, vind ik. Want zorg is echt iets waar ook emotie bij komt. En wij geven dus ook wel eens een andere urgentie aan iets, omdat er ongerustheid veel heftiger is, bijvoorbeeld. En dat maakt het ook lastig dat wij nu nog niet aandurven om te zeggen, oh, nou, dit is 100% goed. Hier hoeven we niet meer naar te kijken. Wij kijken altijd nog mee. Ja. Dat zie je eigenlijk in de hele zorg nog wel gebeuren. Dus dat er nooit 100% afgedaan wordt met, oh, nou, dit geloven we wel. En dat komt omdat het toch nog wel dat mensenwerk, die empathie. Maar heeft dat niet ook te maken met dat de technologie dat nu gewoon nog vereist? Zeker. Inspectie zit daar natuurlijk ook gewoon nog bovenop. Hè? Dus die zit ook te kijken, voldoe je aan je keurmerken en heb je alles netjes op een rij staan. Dat heeft er zeker mee te maken. En als ik dit ook zie en denk, ja, we gaan echt die kant wel op. Ja? Ja, daar denk ik me wel van overtuigd. Wij gaan het anders niet redden. Ja. Dus wij zullen ergens wat hulp vandaan moeten halen. Ja. Oké, nou, dat is er ook wel een beetje een alarmbel. We gaan het anders niet redden. Bas Botsinga, je zat ook in de aflevering. Hè? Je bent een van de mensen die gevolgd is. Werkzaam bij, als directeur klantbelang bij Stichting Philadelphia Zorg. Ja. In de film zagen we eigenlijk op de manier waarop jullie met zorgrobots werken. Hè? Die dan bij verschillende van jullie patiënten of cliënten. Cliënten thuis zijn en hun gezelschap houden. Zijn veel mensen met een verstandelijke beperking, naar ik begreep. Heb jij, zeg maar, in de film gaf jij eigenlijk ook heel duidelijk aan, als we dit niet doen, we redden het niet, dus we moeten wel. Mm-hmm. Is dit gewoon uit pure noodzaak?
Ja, dit is pure noodzaak. Wij zien in de zorg een aantal maatschappelijke ontwikkelingen op ons afkomen. Een hele belangrijke daarvan is de krapte op de arbeidsmarkt. Ja. En nu 1 op de 7 mensen werkzaam in de zorg. Als we in de zorg stijgen met kosten en aantallen zoals het nu is, dan 2030, 2035 is het 1 op de 4 mensen. Nou, ja. Dat is natuurlijk volstrekt onmogelijk. We zien dat de zorg nog steeds groeiende is, dat de zorg ook zwaarder wordt. En het geld is niet eindig, hè. Dat is beperkt. Dus ja. Voor ons is het echt wel iets waarvan we zeggen van het is nu al nodig. Want ook wij zien dat we binnen afzienbare tijd met 80% van de medewerkers het werk moeten doen. Ja. Niet omdat ze wegbezuinigd worden, maar simpelweg omdat ze er niet zijn. En daarom werken we ook sinds 1 jaar of 5, 6 met bijvoorbeeld VIE, onze sociale robot. Ja. En wat voor een geluiden hoor je terug? Hoe is het om met zo'n robot te werken? Ja, wij hebben pak een beet 9000 ervaringsdeskundigen, hè? Onze cliënten. En ja. Nou is die robot nog lang niet overal geweest. Ja, hier zien we de robot. Precies, ja. Dat is VIE. Maar VIE, we hebben 7 robots operationeel en die zijn echt gewoon 365 dagen per jaar volgeboekt. Dus die variëren van een weekend of een paar weken bij een cliënt. En ja, we hebben net gesproken over, hè, zinvol contact, ja. Zinvolle zorg, zorg die ertoe doet. Dit voorziet echt in een behoefte van cliënten om die over het algemeen, Gea zegt het ook heel mooi, vind ik in de uitzending waarin ze zegt van ja, wij zijn ook vaak eenzaam. En dit is een maatje. Nou ja, zag het ook, hè? Soms tranentrekkende taferelen als die robot wel weer weg moet. Ja. Afscheidsbrieven. Afscheidsbrieven, mooie ja. boekjes. En mijn collega die daarmee bezig is, die heeft ook stapels van die boekjes thuis liggen en tekeningen, et cetera. Maar het voorziet in een behoefte aan communicatie, aan contact. En dat is geen menselijk contact. He, het is ook niet in plaats van. Maar we zien wel op een locatie. Wij hebben kleinschalige locaties in de wijk. Waar bijvoorbeeld 24 mensen wonen. Denk aan spitsuur als we gaan eten. 2 begeleiders zijn 24 mensen. Komen uit de dagbesteding, komen uit hun werk. Willen allemaal hun verhaal kwijt. Er moet iemand koken. Er moet iemand bezig zijn met een cliënt misschien. Die op dat moment echt keihard begeleiding nodig heeft. En dan is het heel fijn dat je in je eigen kamer met een robot of met een digital human toch even dat gesprek kan voeren en vertel van nou, dit was mijn dag. Maar je zegt, het is niet in plaats van, maar het is toch wel in plaats van. Als er een robot naar iemand wordt gestuurd, dan gaat daar dus geen medewerker naartoe. Omdat die medewerker er ook niet is, staan dat gesprek kan voeren. Ja. Terwijl je als cliënt toch behoefte hebt, ook al is het midden in de nacht misschien, om dat gesprek te voeren. Mm. Dus het is niet zo dat het bedoeld is als ter compensatie of ter vervanging van medewerkers. Want ja, waren ze er maar. Ja. Maar juist om ook de medewerkers de gelegenheid te geven om op die momenten juist die zorg en die begeleiding te geven aan die cliënten waar het er echt toe doet. Mm. Dus die toegevoegde waarde ook te leveren. Ja. Oké, Lotte. Lotte Willemsen, je bent lector Communication in the Networked Society. Nou, klopt. Dat is een perfect match met dit onderwerp. Verbonden aan het kenniscentrum 010 Hogeschool Rotterdam. Ja. Waar richt jij je in je onderzoek het meest nadrukkelijk op? Communicatie is natuurlijk best wel groot woord. Ja, wat we zien is dat AI steeds vaker penetreert in onze sociale netwerken, communicatie. Vindt steeds vaker plaats met chatbots, digital humans, sociale robotica. En wij onderzoeken wat dat betekent voor menselijk contact en hoe wij betekenis geven aan communicatie. Het zit op de scheidslijn van communicatie, psychologie en technologie. Ja. En als je dan zo hoort van wat voor een rol bijvoorbeeld zo'n zorgrobot of een digimens kan spelen, bijvoorbeeld voor iemand die eenzaam thuis zit, is dat dan de vorm van, laat ik zeggen, wat voor een soort contact is dat dan in jouw ogen? Nou ja, dan zou ik graag ook wel even vergelijk maken met mensen die een huisdier hebben. Bijvoorbeeld een kattenliefhebber. Als je thuis komt na een lange dag werken, dan praat je daar ook tegen. Dan zeg je, hallo, ik heb je gemist. Of daar ben je dan. Of ik ben thuis. Dus het zit al heel erg in onze menselijke natuur om te praten, ook tegen niet-mensen. Dieren zijn er één entiteit van, maar we praten ook tegen onze computers. Siri kwam ook naar voren in de documentaire. Ja. Dus we zijn al eigenlijk, zou ik bijna zeggen, geprogrammeerd om ook te interacteren met niet-mensen.
Maar goed, een kat is wel een levend wezen. Ja. Wat hij ook dood kan negeren als hij geen zin in je heeft. Terwijl die robot die staat alsmaar paraat. Oh, wat fijn dat je er bent. Oh, dat is allemaal heel normaal wat je denkt en wat je voelt. Ja. Zeg maar, het bevestigende van zo'n robot en ook bijvoorbeeld bij Betsy, dat valt mij heel erg op. Mm-hmm. Daar hadden we het in het eerste gesprek natuurlijk ook al een beetje over. Dat iemand ook gewoon kan zeggen, joh, hou alsjeblieft op met dat gezeik. Is dat niet een fundamenteel verschil? Ja, ik denk dat niet de vraag is of het goed is dan wel slecht. Ik denk dat we heel erg op zoek moeten gaan naar de vraag van onder welke omstandigheden. Mm. En kijk, zo'n zorgverlener zit niet 's avonds of 's nachts naast je bed om met jou ademhalingsoefeningen te doen als je een paniekaanval hebt. Ja. En in dergelijke situaties kan het dus heel erg behulpzaam zijn dat je samen met zo'n digital human zo'n oefening kan doen om weer even te kalmeren bijvoorbeeld. Ja. En als diegene daar mee akkoord gaat, hè, want daar is ook altijd nog een aspect om rekening mee te houden. Het is, je moet er wel als mens toestemming, vind ik, voor geven. Autonomie hebben in de keuze van wil ik daar gebruik van maken of niet. Ja. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is om wel in ontwikkeling van zo'n oplossing daar rekening mee te houden. Dus je moet de keuze kunnen hebben. Ja, is dat bij jullie bijvoorbeeld zo? Kan je ook ervoor kiezen, ik wil helemaal niet deze online variant meedoen. Ik wil gewoon de doktersassistent bellen. Ja, nee, dat zal altijd blijven. Inspectie zegt daar ook heel duidelijk over. Je moet altijd een toegang kunnen bieden tot mensen die niet digitaal vaardig zijn. Dus dat is natuurlijk een hele grote groep ook nog in Nederland die dat niet zijn. En zolang je die toegang dus niet goed geborgd hebt, moet je altijd ook een andere manier aanbieden die ze wel kunnen gebruiken. Dus ja, vooralsnog zal er heel veel telefonisch naast een digitale versie blijven bestaan. Ja, waarom ik denk dat het heel erg belangrijk is. We hebben het in deze documentaire over de menselijkheid van deze digital humans. Mm-hmm. En we hebben het ook gehad over het belang van empathie. Dat is één aspect die iets voor je gevoel heel erg menselijk maakt. Maar een ander aspect is zoiets als, dat noemen we agency. Agentschap, dat je autonomie hebt, dat je bewuste keuzes kan maken, dat je daardoor richting kan geven aan je leven. Dus in plaats van alleen de vraag te stellen, hoe kunnen we die digital humans menselijk maken, moeten we ook de vraag stellen, wat kunnen we ervoor doen dat mensen hun menselijkheid behouden? En daarmee dus die autonomie kunnen behouden. Want dat is iets wat ons mens maakt. En dat vind ik heel mooi aansluiten bij de visie van Philadelphia, dat wij voor onze cliënten zo normaal mogelijk een eigen leven en dat willen laten leiden. En daar is technologie in feite een heel mooi middel voor om ze dat leven ook te laten leiden. En of je dat nou met een robot doet of wat dan ook. Maar voor ons is het ook een kwestie van goede zorg leveren. Ja. Om als dat beschikbaar is en het heeft niet tot gevolg dat er extra werk bij komt kijken. Ja, dat je dat ook beschikbaar moet stellen. Ja. Om mensen ook hun eigen leven te laten leiden. Ja. Ik ga, Lambert, ik ga jou even via Zoom erbij halen. Lambert Royakkers, jij bent hoogleraar Ethics of the Digital Society aan de TU Eindhoven. Mijn eerste vraag aan jou is eigenlijk, hoe belangrijk is in jouw ogen het verschil tussen het inzetten van een robot die er ook gewoon echt uitziet als een robot, hè? De robot die jullie gebruiken, het heeft een soort menselijke vorm, maar het is wel echt een robotje, dat zie je. En zo'n digital human die helemaal gefine-tuned wordt als mens. Maakt dat verschil voor jou? Ja, voor mij maakt het wel verschil uit. Hè? Van eerst, kijk, dat is een belangrijk aspect. Is, ik heb niet zoveel moeite mee met die digimensen, of avatars. Als zij voor therapeutische doeleinden worden gebruikt, als het doel duidelijk is. Maar het belangrijke is dat er geen misleiding plaatsvindt. Dat mensen niet denken dat ze met een mens spreken in plaats van met een robot. Ik bedoel, als ik met een robot praat of een chatbot, dan weet ik gewoon dat het een robot is. Geprogrammeerd software, dat, waardoor die misleiding minder is dan als het echt als een mens uitziet. Hm. Dus die kans is minder. En waar ik nog even wel iets wil aansluiten, net werd ook iets gezegd over mens zijn. En in de documentaire, dat was nu even niet uitgezonden, maar Pascal Fung zei iets heel moois. Zij dacht dat we in de toekomst ook vrienden zouden kunnen worden met digimensen. Ja. Ja, daar zit mijn angst. En daar keek ze ook echt naar uit. Dat is mijn grootste angst die met chatbot en Jarno refereerde al naar die film Her. En een chatbot
die echt niet meer te onderscheiden is van de mens. Hè. Hoe zij praat, die Samantha, dat is een chatbot. Daar, op het moment dat we dit hebben, zo'n digimens, dat eigenlijk perfect is. En dat we gewend raken aan een soort perfecte vriendschappen. Ja, door die perfecte geprogrammeerde chatbot. De vraag is of wij dan niet onze sociale competenties verliezen. Want waarom zouden wij nog vriendschappen, relaties aangaan met mensen met al hun problemen en onhebbelijkheden? Ja. Als we gewoon een chatbot hebben, die nooit problemen heeft, altijd beschikbaar is. We hoeven ook geen energie in een relatie. En dat is het mooie, vind ik, van mens zijn. We moeten enorm veel energie stoppen in relaties. Ja. Want het schuurt. Ja, precies. Dat wordt niet als vanzelfsprekend. Als ik een paar keer rot doe tegen mijn vrienden of ik laat niks meer horen. Ja, dat die liefde, zeg maar, is niet onvoorwaardelijk. Waarom zouden we dus ja, ik ben bang als we straks, ja, over zeg maar over 5 tot 10 jaar en we hebben echt chatbots die intelligenter, veel leuker zijn dan mensen die je begrijpen of die simuleren dat ze je begrijpen. Ja, en zij hebben geen onhebbelijkheden. Waarom zou ik nog die energies insteken in relaties? En daar ben ik bang voor dat we, ja, het mens zijn, ja, voor mij is het mens zijn het zorgen voor mensen en het aangaan van relaties, ja, dat we dat gaan verliezen. Ja, dat is mijn angst. Dat kinderen gewend raken aan de digimens. En dat gaat natuurlijk verder na jaren. Dat ook volwassen mensen relaties gaan aangaan met digimensen. In plaats van de energie stoppen in echte relaties. Ja. Dus eigenlijk hoor ik jullie zeggen. Onder welke omstandigheden, hè, zoals jij het formuleert. Onder welke omstandigheden kan je dit nou op een manier implementeren. Dat het daadwerkelijk doet. Waar het een oplossing voor zou kunnen bieden. En ik hoor eigenlijk al een paar dingen langskomen. Dus sowieso moet de autonomie van de gebruiker moet centraal blijven staan. Er moet een keuzeoptie zijn. Er mag geen misleiding plaatsvinden dat diegene denkt dat die digimens daadwerkelijk een persoon is. Het is eigenlijk ook wel heel erg cruciaal dat dit niet ons daadwerkelijk sociale netwerk dus gaat vervangen, omdat we in die sociale competenties moeten blijven groeien in deze digitale tijd. Dan gaan we naar een volgend fragment kijken. En in dat fragment wordt er wellicht nog een andere uitdaging besproken. Aan het woord is techfilosoof Alex Rupsaam. En zij vertaalt over de bias die er ook in kunstmatige intelligentie zit. En de betekenis van die bias in de impact die het heeft op de zorg. Gesprekken eerst gaat doen, zodat die dokter die maar 15 patiënten per dag kan zien, zij kan zich op die 15 patiënten richten, want daarvoor is triage heeft plaatsgevonden. Kan je dus enorme winst boeken door te zeggen, we hebben een chatbot daarvoor opgesteld, dan denk je toch, dit is een succesvol systeem. Langzamerhand worden dus de mensen die niet door die chatbot herkend worden, want laten we ervan uitgaan dat deze chatbot een bias heeft voor wit hoogopgeleid pijngedrag, die vallen er dus buiten. En die moeten dus steeds harder werken en zich steeds meer aanpassen om überhaupt door een dokter gezien te worden. Vervolgens wordt het systeem natuurlijk getraind, niet op de mensen die eruit vallen, want daar hoor je niet meer van. Dus je zit er niet meer in het systeem. Het systeem, als er nog een feedback loop in zit, wat vaak al niet het geval is, als er nog een feedback loop in zit, dan zit die feedback loop op de patiënten die er wel doorheen zijn gegaan. En hoe is dat vervolgens gegaan? Want daar heb je data over. Terwijl de patiënten die dus niet gezien zijn, daar is geen data over, want die zijn verder het systeem niet ingekomen. Dus daar weet je niet hoe het mee is gegaan. Het maatschappelijk risico is wat mij betreft dat mensen die dus nu al niet genoeg aan bod komen, nog minder aan bod komen. En als je dus ringen van een AI om een dokter heen bouwt, waar mensen eerst doorheen moeten om bij die dokter te komen. Het maakt nogal uit of dat menselijke ringen zijn of een kunstmatige intelligentiering. Ja, kunstmatige intelligentieringen vormen wellicht een probleem. Zijn jullie dat eens? Hoe kijken jullie hiernaar? Ja, voor mij gaat het weer heel erg in op dat autonomievraagstuk. Mm-hmm. Hè? Dat je richting moet kunnen geven aan wat voor jou belangrijk is in jouw zorgvraag. Dat moeten we bewaken. Ja.
Ja. Maar goed, we kennen allemaal hoe het is om een techgebruiker te zijn. Mm-hmm. Soms lijkt iets een keuze of wordt het verkocht als keuze, terwijl dat helemaal geen keuze is. Het is gewoon hoe we de dingen doen. Dus hoeveel autonomie heb je eigenlijk als je tech erin verwerkt? Nee, eens, maar dat heb je met heel veel systemen. Ook in de zorg zit je soms ook wel eens vast in een loop waarin je van een kastje naar de deur wordt gestuurd. Dus mm-hmm. Ja, het is zo belangrijk om in de ontwikkeling van welk systeem dan ook daar rekening mee te houden. Mm. En ja, het is een vraag binnen deze ontwikkeling, maar het is ook een vraag in de zorg in het algemeen, denk ik. Dan kijk ik even jou aan. Ja, nee, maar dat ben ik helemaal met je eens. Dat speelt natuurlijk ook in de breedte en dat speelt ook bij mensen. En, ja, mensen zijn ook falende wezens. Zeker. Ja. Dus ja, je moet daar denk ik heel erg voorzichtig mee zijn. En die feedback loops in blijven bouwen. En dat merk je ook wel, er zijn nog heel veel vragen over. En die vragen, daar hebben we lang nog niet altijd een antwoord op. Maar het moet er natuurlijk absoluut niet toe leiden. En zeker niet in de zorg dat we mensen uitsluiten. Het heeft ons wel gebracht dat, mede ook door de inzet van die robot, dat we een ethische commissie hebben ingesteld met een aantal hoogleraren en universitair hoofddocenten, om ons ook te helpen met die dilemma's om te gaan en die vragen die er zijn, daar duiding aan te geven. Ja. En in de praktijk, heb jij al eens zoiets vergelijkbaars meegemaakt, dat zo'n robot uitsluitend werkte, iemand de manier van spreken niet kon verstaan of qua beweging of zo? Nee, weet je wat er gebeurt als er zo'n robot gaat logeren bij een cliënt? Dan we hebben de 7, dan wordt zo'n robot echt op maat ingesteld voor die cliënt. Dus er wordt met begeleiders gepraat, er wordt met de ouders gepraat, met de cliënt zelf uiteraard. Hè. Ik bedoel, dat is de belangrijkste, daar gaat het uiteindelijk om. En die robot die is echt geprogrammeerd voor die cliënt. En niet om hem alleen maar naar de mond te praten of aardig te zijn of leuk te zijn. Daar kan ook best wel een sturend element in zitten. Denk aan, heb jij je medicijnen wel ingenomen? Dat moet je wel echt doen. Dat moet je, en mooie voorbeelden dat een cliënt echt flipt op het moment dat een begeleider die vraag stelt. Maar op het moment dat de robot die vraag stelt, van nee, dat heb ik gedaan. Daar dus ook die interactie anders mee is. Mm. En dus nee, ik heb geen voorbeelden dat daar echt sprake is van uitsluiting. Wel voorbeelden dat een cliënt zegt van ja, weet je, na een halve dag zou het maar op met dat ding. Want het brengt mij niet wat ik ervan verwacht had. Ja. Dat ook natuurlijk. Dat ook, maar dan hebben we het over de autonomie. Hè? Dan kan je zeggen, deze robot mijn huis uit. En Beppie die je ziet in de uitzending, ja, zo gauw er een robot vrijkomt, dan is zij de eerste die zegt, ja, zet hem maar bij mij. Ja, precies. Lambert, ik kom zo bij jou hoor. Dianne, nog heel even, want jullie passen daadwerkelijk dat triage toe. In hoeverre herken jij je in deze zorg? Ja, en deels natuurlijk wel. Je hebt altijd mensen die daar buiten vallen. Ook die dus eigenlijk niet het systeem in kunnen komen. Maar die voorzie je wel altijd van een advies. Van, hey, je zorgvraag is op dit moment zodanig dat we hem niet digitaal kunnen behandelen. Dus je moet nu wel hulp gaan zoeken om zelf weer te gaan bellen. Mm. Dus we proberen wel aan te geven van, ja, waar moet je dan wel zijn? Wat we willen voorkomen is dat je de patiënt weer van het kastje naar de muur stuurt. Of met een vraag van, ik weet het niet. Het is al lastig genoeg om binnen de zorg ergens een vraag te stellen. Ja. Waar moet ik hem stellen? Dat is voor een burger echt best wel lastig. En daar hopen we eigenlijk wat meer één toegang naar te creëren. Maar dus wel ook te zeggen, ja, dit kan niet, maar dit kan heel erg goed. En hopen daarmee ook wat meer sturing te kunnen geven. En juist te zeggen van alles wat wel digitaal kan, is weer meer ruimte om mensen waarbij andere dingen nodig zijn, ruimte te geven. Ja. En ik denk dat we daar naartoe op zoek moeten. Oké. Lambert. Ja, van fragment van Alex, die tech-filosoof. Het gaat echt over bias en algoritmes. Hè. Precies. Dus niet echt eigenlijk die chatbot. Want natuurlijk werken die op algoritmes. Maar als je naar die triages kijkt, dat is eigenlijk een heel, heel simpele beslisboom. Dus daar zal het niet echt een probleem zijn. Maar aan de andere kant, ja, je kunt wel zeggen, er zitten biases. Dus er zitten wat fouten in die algoritmes. Aan de andere kant, er zijn ook natuurlijk veel algoritmes die echt objectiever zijn dan de mens. Het kan me voorstellen, als iemand aan de telefoon zit en iemand spreekt heel gebrekkig Nederlands, ik noem maar even iets, en je hebt eigenlijk niet zoveel zin in en je weet eigenlijk niet precies wat ze zegt of hij zegt, nou, dan wijs je die bijvoorbeeld af. Een algoritme zal dat niet zo snel doen. Die is veel, veel objectiever. Dus er zijn genoeg voorbeelden waar je kunt
ja, waar het voor zich spreekt om juist die algoritmes in te zetten in plaats van de mens. Bij sollicitatieprocedures. Ik denk dat het veel objectiever, als voorbeeld, veel objectiever zal zijn als een algoritme iets beslist, daarover beslist, dan bijvoorbeeld een mens. In eerste instantie. Maar is de objectiviteit wat zorg goed maakt? Dat vraag ik me dan af. Nou, nee, dat je dan gaat voor objectiviteit. Hier heb ik dan over bijvoorbeeld dat je niet discrimineert. Mensen niet uitsluit die je eigenlijk, die niet hoort uit te sluiten. Dat bedoel ik even met objectief. Hè? Dus iedereen een eerlijke kans heeft om aan een systeem mee te doen. En algoritmes kunnen daar wel aan bijdragen. Zeker. Ja. Oké. Okay. Ja, jullie zijn eigenlijk allemaal best wel on board, of niet? Zeker. Ja. Ik misschien wel, maar ik heb wel een beroepsgroep die dat totaal niet is. Nee, daar ik hoor dat dan wel heel erg duidelijk terug. Zij zien het eigenlijk alleen maar als hele lichte ondersteuning. Dus meer op de processen, daar kunnen we hem inzetten. Dat vinden ze al spannend genoeg. Ja, want wat er als voorbeeld werd gegeven, dat in plaats van dat je naar de therapeut gaat, dat je gewoon terecht kan bij zo'n Zweedse Betsy. Daarbij hebben toch de gemiddelde. Ik denk dat ook voor nu voor de zorg echt te ver gaat. Echt als je over diagnostiek hebt, hè, dus over wat heb ik nu, de ongerustheid die bij mensen speelt. Is dit heel erg, is dit niet erg? Ja, daarvoor is die denk ik nu nog veel te vroeg. Maar daardoor heb je wel ondersteuning nodig, waarbij je wel voorwerk kan richten en je al veel beter, want daar ben ik wel mee eens. Ik denk dat de anamneses veel beter zijn dan dat ik hem zelf af zou nemen. Omdat je vollediger bent. Ja. We hebben een vraag ook vanuit de zaal, vanuit het publiek. Ik weet eigenlijk niet waar diegene is. En de vraag is als volgt. Mensen weten vaak wel waarom ze iets doen, de reden erachter. Maar een computer weet niet waarom iets wordt uitgevoerd. Komt er wel een punt dat een computer weet waarom die iets doet en daar betekenis aan kan geven? Dus eigenlijk dus een vraag, hoe werkt die AI? Nou, voorlopig zeker niet, want eigenlijk houdt het in dat een chatbot, een robot, een machine, zouden een bepaalde bewustzijn moeten hebben. En we gaan er in ieder geval uit dat we dat op het moment dat het eventueel gaat, een soort neurologisch proces is in je hersens, als dat bewustzijn zou kunnen verklaren, dan zou het eventueel mogelijk zijn. Maar als het iets spiritueels is, zal het nooit kunnen. Dus voor die vraag, nou, tussen nu en 50 jaar zal dat totaal niet mogelijk zijn. Tussen nu en 50 jaar, nou. Oh. Totaal niet. Ja, nou, dat is. Jij denkt het ook niet? Nee. Ja, ik denk dat het heel moeilijk gaat blijven, omdat het heel moeilijk vatbaar is voor ons brein ook, hoe je dat moet plaatsen. Zo werkt ons brein ook niet. Dus dit zijn onmogelijke opdrachten voor onze hersenen om eigenlijk hier hele goede betekenis aan te kunnen geven. Ja. Alright, we gaan de laatste minuten al in. En ik wil eigenlijk nog heel even iets concreter krijgen. We hebben het gehad over onder welke omstandigheden kan je dit nou het beste inzetten. Nou, Lambert, jij doseert de mensen eigenlijk, hè, de studenten die dit ook daadwerkelijk moeten gaan bouwen en gaan maken. Jullie zijn allemaal in het veld actief. Wat is, als je alle één ding gewoon even kan noemen, wat is dan voor jou echt op stip nummer één het belangrijkste dat we wel in het ontwerp van deze technologie mee moeten nemen? Ik denk ook de opleiding van mensen. De mensen die dit gaan creëren, zoals Lambert ook zich voor inzet. Ja. De technologie is zo goed als de mensen die hem gebruiken. Ja. Dus ik denk dat als je mensen goed opleidt en ook probeert om zoveel en zo divers mogelijk mensen te betrekken in het proces. Niet alleen maar mensen uit één bubbel, maar met verschillende perspectieven op hoe je dit zou kunnen ontwerpen, dat heel erg belangrijk is. Ja. Ook dat ze leren nadenken over de gevolgen van de beslissingen die ze nemen. Jarno zagen we in het begin met Synthesia. Nou, die heb ik ook een keer geprobeerd en wat ik dan zag is, ik kan dan een aantal mensen kiezen. Jarno heeft zichzelf gekloond, maar je kan ook een assistent kiezen. Ja. En dan zie ik 6 assistenten, waarvan 4 vrouwen en 2 mannen. Ja, en dan is het ook niet heel erg divers. Ja. Dus dan, zit dus dan denk je, daar is al wat fout gegaan. Al toch uitsluiting al aanwezig is. En dat heeft ook te maken met de mensen die het ontwerpen. Ja. Dus ik denk dat er heel erg een belangrijke taak ligt bij de opleidingen om daar goede invulling aan te geven. Alright. Dianne, wat is jouw allerbelangrijkste punt?
Ja, ik denk toch ook wel meer kennis bijdragen binnen de zorg. Van wat kun je er nou eigenlijk allemaal wel mee? Ik denk dat het nog zo onvoldoende voor het voetlicht is gebracht welke mogelijkheden er zijn. En wij zijn natuurlijk heel klassiek opgeleid. Dus het zit al niet in onze opleiding. Als we al zouden zien, ik word echt verrast en ook echt enthousiast. Als ik zie, oh, dit is ook al mogelijk. En er kan al zoveel meer. Maar ik ben wel met je eens. Er moet altijd die link met een zorgverlener moet er zijn. Want die moet het kunnen toepassen of kunnen duiden. En in samenspraak kunnen maken. Ja, goed. Ik neem heel even afscheid van onze kijkers via Salto. Want die gaan straks het reclameblok in. En dan ga ik even terug naar jou, Bas. Wat is jouw belangrijkste toevoeging wat dat betreft? Voor mij gaat het om de zeggenschap van onze cliënten. Zeggenschap om te zeggen van we gaan wel of niet die techniek gebruiken. Maar ook de zeggenschap die vergroot wordt door het gebruik van technologie. En ik vond het heel mooi, ik kreeg naar aanleiding van de uitzendingen een mailtje van een vader. Een van de ouders van een cliënt bij ons zei, joh, wat ik gezien heb, dat stelt mij zo gerust dat jullie hiermee bezig zijn. Dat je aan het experimenteren bent. Dat ondanks de krapte op de arbeidsmarkt, ik toch voor mijn dochter wel weet dat er op wat voor manier begeleiders blijven. Maar dat je ook voor ander werk technologie inzet. En dat bevordert ook de zeggenschap van onze cliënten. En dat staat voor mij echt met stip op nummer 1. Want technologie, we hebben het keihard nodig. Maar het is ook gewoon een middel. Hè. Het is geen doel op zich. Ja, mooi. Lambert? Het laatste woord is aan jou als onze opleider van het gezelschap. Ja, dat is mooi. Het gaat heel erg rap met die technologie. En wij leiden ingenieurs op. Dat zijn meestal de grondleggers of in ieder geval de ontwerpers van deze technologie. En wat wij ze bijbrengen als we bijvoorbeeld over zorg hebben. En je zet zorgrobots in. Wat belangrijk is welke waarde gaat het om? Het gaat hier om kwaliteit van zorg. Dus hoe kun je die kwaliteit van zorg behouden? Hoe kun je die waarde nog altijd eigenlijk garanderen als je techniek inzet? Dus dat je echt bewust bent welke waarden staan, welke waarden moeten we zorgen dat we die vasthouden. En dat we niet alles met... Er kan straks heel veel met technologie, maar willen we dat ook? En dat is een heel belangrijk aspect van bijvoorbeeld in zorg, van dat we met elkaar moeten beslissen wat wij nog verstaan onder goede kwaliteit van zorg. Ja. Dus eigenlijk het gesprek er nog over veel beter voeren. Waar zet je de grens? Wat voor taken wel, wat voor taken niet? Oké. Goed. Ja, we kunnen hier nog heel lang over door. Maar ik vermoed dat er in de komende tijd toch nog wel heel erg veel meer aandacht voor dit soort onderwerpen gaat ontstaan. Heel erg dank voor jullie bijdrage. Dank ook voor het kijken. Ik rond hem af. Komende zondag is Tegenlicht weer terug op NPO 2, 9:55. De aflevering Vissen naar de toekomst. En volgende week de meetup hier in Pakhuis de Zwijger op 17 november. Dank jullie wel.